Hallo allemaal, ik ben Patrick van der Wijk, dit is Maurice Harout en wij zijn van NM Magazine Going to the Movies. Met vandaag een speciale uitzending, want wij doen een bepaald compilatieprogramma. Ja, we gaan een nieuw format lanceren. En dat komt omdat wij super live waren en niet zoveel tijd en zin hadden om nog diverse video's op te nemen. Dus vandaag zegt Maurice, ik wil ze wel bespreken, alles in één grote bundel. Hoppakee. Ja, nou, dus prima. Even voor duidelijkheid, er kunnen dus spoilers bij zitten. Ja, nou, er zitten zeker spoilers bij. Maar waarschijnlijk gaat het over films die jij al lang gezien hebt. Dus wat dat betreft maakt niet zoveel uit. Oké, tot zo. Oké. De eerste film, Going in Style. Vrij recent nog. Maurice, ik heb gelachen. Ja, dat is een hele leuke film. Was echt Michael Caine. Ella Larkin. Ella Larkin en Morgan Freeman. Ja. Even voor duidelijkheid, het is echt zo'n feel-good film, vond ik het. Die komt echt eruit uit deze bioscoop. Dan zie je, nou, een leuke film gezien. Klopt. En ja. Het verhaal is gewoon vrij luchtig. Eigenlijk wordt heel simpel gezegd, het zijn gewoon een paar oudjes die een bank moeten beroven. En ze krijgen hulp. Willen, hè? Je moet nooit gaan roven. Nee. Nou, je wilt graag roven. Ja, maar ook door financiële problemen moeten ze ook een beetje. Klopt, ja. Als ze worden simpel gezegd genaaid door die bank. Ja. En door de pensioenfondsen. Ja. En genaaid door de baas. Ja. Ook. En die gaan ze gewoon even terugpakken. En dat is gewoon eigenlijk de kern van het hele verhaal. Ja. En dan zit dus echt zo'n bekende heist movie eigenlijk. Waarbij je aan het einde ziet hoe ze dat erin in elkaar hebben gezet. Klopt. En het gaat vooral om vriendschap natuurlijk. Ja, uiteindelijk is de boodschap is natuurlijk vriendschap is het, door het hele leven. Dat is het, vriendschap en ook het thema ouder worden. En ouder worden, ja zeker. Ja, maar dat hebben ze op een luchtige manier gedaan, zodat je niet afdekt. Poeh, even een beetje emotie. Het is een beetje in de trant van Las Vegas, heet die zo? Las Vegas, ook met die ouders. Ja, zoiets. Ja. Zoiets. Ja, het is gewoon leuk om eens naar te kijken en het was ook zeer vermakelijke middag, moet ik zeggen. Toen we gekeken hebben. Ja. Nou, zo even, dus ik zou zelf zeggen, ik geef hem een 7. Ja. Een 7 en ik zou zeggen, ga daarheen, want hij is erg leuk. Leuk, ja. Prima. Een soort matinee voorstelling. Voor de matinee. Ja. Nou, dus waar zijn we nog meer geweest? We zijn er zoveel van ons geweest. Even wat oudere film, King Kong. King Kong, ja. Waar we de film voor kwijt waren. Ja, precies. We zetten hier een fantastisch model. Hadden we een fantastisch model gezien. Maar ja, voet is weg, even overnieuw doen we het nu. In de compilatie. Omdat we toch even vinden dat hij goed genoeg was. Besproken moet worden, ja. Ik vond het sowieso een leuke film. Ja. Ten eerste omdat King Kong helemaal niet zo dominant aanwezig was. Nee, klopt. En eigenlijk is hij, de CGI was ook gewoon goed. Ja. Dus eigenlijk zag je een keer, je zag hem ook een keer goed in beeld. Het was ook weer, dus de tijd heeft veel goeds gebracht voor King Kong. Ja, zeker. Ja. Het is niet meer die grote aap die wolkenkrabber in klimt. Dus echt wel wat meer. Klopt. En het verhaal omheen was gewoon leuk. Ja. En wij hebben hem wel op 2D gezien. Ja. Ik denk dat dit een film was die je wel op 3D ook had kunnen kijken. Had je kunnen kijken. Ja, omdat er best wel wat dingen werden gegooid en zo. Dat was wel leuk. Ja. Nou, daarnaast Samuel Jackson, die speelt een hele goede rol. Ja. Want het Vietnam thema komt er ook even op terugverwerkt. Dan ook de muziek. Ja. Episch, zeg ik. Ja, fantastisch. En dan Tom Hiddleston, dat is dan de andere hoofdrolspeler. Die deed het Ja, heel goed. Heel spectaculair. Het was een heel spectaculaire film. Ja, zeker weten. Er zit ook een hoop geld in, volgens mij. Ja, dus als je nog... ik vind wel zo, als je deze film nog in de bioscoop wilt zien, moet je het echt doen. Moet je zeker doen. Dat is echt een film die je gewoon echt op grote scherm moet gaan kijken. Niet alleen maar geschikt voor matinee, zou maar zeggen. Nee. Zeker niet. Dus voor de rest, leuke film. Goed, cijfer? Ja. Goed cijfer? 8. Ja. 8 krijgt hij. Wat een goede film. Ja, 8. Ja, want zeker... Zou ik hem nog een keer bekijken? Ja, oké, maar niet in de bioscoop, maar wel gewoon een keertje. Ja, misschien nog een jaar of twee keer nog wel kijken. Dus dat bepaalt wel iets over, zegt wel iets over film. Ja, zeker. Dus zeker een goede film. Op naar de volgende. Oké, deze film heb ik niet gezien, dat is Hidden Figures. Die heb ik wel gezien. Vond ik heel goed. Ik vond hem echt heel goed. Het is een beetje een drama, is het. Het gaat over drie zwarte vrouwen die in de jaren 60, tijdens het space-programma. Ja, dat is de jaren 60. Dat is half jaar 60. Ja. Opkomen van eigenlijk mensen die zwaar gediscrimineerd worden tot eigenlijk supergrote aanwisten, winsten binnen de hele organisatie. Als die er niet waren, dan hadden we geen man in de ruimte gestuurd. Maar ze zijn dus wel met je uitbeeld gehouden, dat is duidelijk. Want ik kende die mensen niet, dus blijkbaar is het... Nee. Maar ja, wij zitten er ook niet zo in die wereld. Misschien dat mensen die geïnteresseerd zijn in die wereld ze wel kennen. Ja. Maar... Ja, het was een beetje, ik zeg, als je Forrest Gump bijvoorbeeld goed vindt, dat soort genre,
Dan moet je zeker deze ook kijken. Ja, okay. Ja, ik ben naar Lanay gegaan en ik heb hem echt vermaakt. Ik vond het echt een goede film. En ik ga deze ook zeker nog een keer kijken, want zo goed vond ik. Oké, dus ik moet er echt wel Maar ik hou wel van Forrest Gump. Ja, ja, ja. Ja. Okay, maar echt een verhaal. Ja, okay. Ja. En hoe die mensen gediscrimineerd waren. Verschrikkelijk. Ja. Dan denk ik, jongens, verschrikkelijk. En Kevin Costner die speelt erin. En Kevin Costner, ik ben een grote fan van Kevin Costner. Ja. Dus die speelde ook weer gewoon fantastisch de rol die het was op zijn lijf geschreven. Okay. Dit soort rollen, dat ken je zo goed. Dus ik gaf hem een dikke 8,5. Oké, okay, netjes. Ja, dus ik moet er nog naartoe. Ja. Dus als ik het dat kan nog. Kan nog. Dat kan nog. Hij draait nog. Dat is waar. Ja. Nou, dan wie hebben we nog meer? Oh ja, Trainspotting 2. Ben ik er geweest? Is meer zijn genre, meer zijn generatie ook. Precies, dus een beetje. Ik ben al super jong, dus ja. Ja, heel simpel. Het is ook een jaren 90 film die echt eind jaren 90 film die toch de decade heeft min of meer vorm gegeven. Leuke film. Niet verrassend, zoals de eerste film natuurlijk. Gewoon, het is toch, er zit wat herhaling in qua thematiek. Wel goed gespeeld. Echt het moment dat je echt moet lachen. Maar ik vind niet, kijk, je hoeft niet per se naar de bioscoop voor de film. Die kun je ook gewoon... straight to DVD. Ja, DVD. Nou, dat daar is, kijk. Je hebt natuurlijk een vaste kern die voor deze, die toch echt deze film willen zien. Ja, maar jij hoor je bij. Ja, uiteindelijk. Voor je er na deel 2 gezien te hebben, denk ik, nee, ik hoor er niet bij. Nou, nee, kijk. Nee, ik vind het wel leuk. Moest ik deel 1 gezien hebben om deel 2 te gaan? Ja, vind ik wel. Want deel 1 heb ik ook gezien. Nee, want het eindigt ook in deze... Of het begint deze film met het einde van de vorige film. Dus, ah. Ja, anders snap je heel veel anders dingen. Anders zie je de personage, snap je niet. Nee. Er wordt ook heel veel teruggekeken naar het verleden. Dus, maar het zit een paar hele leuke scènes in. Dus dat is echt wel... ik zeg van, gewoon een leuke film. Maar verslijf je hem? Ik geef hem een 7. Want hij is leuk, maar niet origineel. Oké. Om het simpel te zeggen. Goed. Oké. Ik ga niet naar die film. Nee. En volgens mij de laatste film van dit overzicht, die hebben we allebei gezien, dus Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Verrassend, vond ik. Ik vond het verrassend. Ik sprak een vriend van mijn laatste, die zei, wat een goede film. En die heeft blijkbaar ook alle manga's gelezen en dingen die erbij horen. Vond hem niet heel erg aflopen, vond hem juist iets dieper gaan. Ik zeg, oké. Ja, ik vond het meer vermakelijk. Ik heb er niks over gelezen. Ik dacht dat het een game was, dus las dat vroeger. Dus ja. Nee, maar weet je... eigenlijk twee dingen bij deze film. Eerst is natuurlijk de kritiek op de film, is dat het een whitewashing is. Volgens mij is het originele personage Aziatisch. Klopt. Alleen ik heb wel toevallig even de comic mee gekeken. Daar vind ik wel dat in die manga comic dat ze er wel Europees uitziet. En van die grote ogen, dat weet je, Aziaten hebben niet van die grote ogen. Dus dat vond ik wel een beetje apart. Dus het zou kunnen in dit geval dat Scarlett Johansson het heeft gespeeld. Ik vond het verhaal goed. Moet ik zeggen? Alleen einde vond ik een beetje te soft. Ja, vond ik ook. Uiteindelijk was een soort kleine mini ad die dat was dan de grote tegenstander. Klopt. Die werd op een redelijke manier werd hij toch uitgeschakeld. Ja, makkelijk. Ja, ik dacht oké, dit is een soort tussen iets, er gaat nog iets een klapper komen, maar dit was de klapper blijkbaar. Ja. Dus dat vond ik gewoon te weinig. Dus je kon zien dat dit echt een film is om het op te zetten. Ja. En kijken of het commercieel interessant wordt. Dan krijg maar ik denk, als hij aanslaat, en volgens mij is hij redelijk aangeslagen voor de woorden. Ja. Ik dacht het wel, commercieel wel, maar volgens mij wel veel kritiek gehad. Maar ja, goed, het geld in het laadje, hè? Betekent nummer 2, komt er nu deel 2 aan. Zeker. Ja. Of je met Scarlett Johansson wordt, dat is de vraag natuurlijk. Maar... Ja, dat moet wel. Dat zou ook een dure grap zijn. Dat is zeker niet geen. Wat wel leuk was, of goed was, vond ik de CGI. Dat was echt... Ja, fantastisch. Je zag de city, en in die city zag je heel veel city shots. En dan moest je echt weer terugdenken aan, nou voor mij zei het Blade Runner. Fucking hey. Wat fantastisch mooi was dat, hè, die stad. Maar nu zie je dus hoe goed eigenlijk Blade Runner is geweest. Dat in de jaren 80 het al... Toen al goed was. Dus toen had je het gevoel al dat het een superstad was. Dus eigenlijk is dit een stap verder. Ja, zeker. Dus ook die, heb je hem gezien... Daar kun je best van naar de bioscoop. Zo'n bioscoop. Ook voor die film kun je best naar de bioscoop. Ja. Ik denk dat hij een beetje... Als je hem op tv ziet, dan dat is eigenlijk niet... geen goed recht, heb ik het zo maar zeggen. Nee, dus, dan is het... Of niet tot zijn recht komt het. Nee, dus het heel simpel gezegd, al die CGI die we juist mooi vinden, die zie je in de bioscoop, heeft toegevoegde waarde. Ja, klopt. Ga je dat op tv kijken, dan... En we hebben het 3D gezien. Ja. En dat had ook wel toegevoegde waarde. Ja, dat is het. Zeker, dus dat is gewoon een goede film. Cijfer. Ik geef hem een 8. Ik geef hem een 7,5, omdat ik het einde iets te... Ik geef hem een 8, omdat de CGI weer heel mooi vond. Ja, dat is daar heeft hij een half puntje meer mee verdiend. Qua verhaal zou ik ook een 7,5 geven. Ik vond het verhaal goed, maar niet zo goed. Nee. Nou, geen hidden figures, qua verhaal. Nee, dan zijn we alweer aan het einde. We zijn weer aan het einde van deze compilatie. Ik hoop dat het niet te lang geduurd heeft voor jullie. Want anders klik je ook lekker weg. Dat moeten we ook niet hebben. Dus we houden hem lekker kort.
Ja. Hey, ik zou zeggen, wij gaan nog even een video opnemen voor de Fast and Furious. Ja. Dus stay tuned, want die krijg je ook op ons kanaal te zien, bij NL Magazine. Ja. Bedankt voor het kijken. Bedankt. Doeg.